Vind jij ook dat iedereen zich de laatste tijd ontpopt als sportvrouw of sportman van het jaar? Uitslovers. Of niet? Je hebt hier een specifieke functie, hè? Ik ben een skatepark ranger. Dat is een initiatief. Ja, een ranger. Ook als ze op het skatepark zijn, dan probeer ik dus dat ze zich aan de regels houden. Nu ook mondmaskers dragen, afstand houden. En de reservatie is heel beperkte plaatsen. En daarnaast ook een hele goede sfeer creëren tussen de skaters. Dat is mooi ook eigenlijk om te kijken. Het is super mooi. Het is echt abnormaal mooi. Toppunt van pret? Voor sommige mensen wel. Ik ben daar vrij bang van. Ja? Omdat dat voor mij te hoog is. Ik ben een technische skater. Maar er zijn veel skaters die dat echt tof vinden. Maar nee. Wat zou je graag willen leren? Ik zou gewoon willen nog een keer rolschaatsen. Want ik denk dat ik dat al niet meer kan. Je gaat goed in je knieën staan. En je mag alles proberen om telkens zo met je teen je hiel aan te tikken. Alles kijken, hè. Ik ben al uitgeklutst. Oké, maar dat beweegt niet. En dan nog eens proberen. Voilà, die zien er al veel beter uit. Ja, hier met mijn rolschaatsen sla ik af en toe de bal serieus mis. Maar ik wil mij wel een keer gaan bewijzen op het tennisveld. Tennissen is eigenlijk ideaal om je frustraties een keer uit te mappen. Je liefde zaagt. De file. Dat is vlakbij zijn hoofd. Zeg, zou het dat storen? Kun jij mij zo een klein beetje initiatie geven? Van geen enkel probleem, mevrouw. Kan ik daar staan? Ja. Voor mij. Ah, ja. Goed, ja. Wijs naar de bal. Wijs. Nu ga je al achter de net, ja. Raket naar achter, ja. Ja, goed zo, ja. Ik ga even naar buiten kijken. Zou ik met u een beetje mogen meespelen? Ja, voor mij is dat goed. Livien, is dat oké voor u? Maar ik kan niet tennissen. Ik heb dat juist last gehad voor de eerste keer. Ja? Dat gaat al, hè? Nee, dat gaat wel goed dan. Oh. Skaten, tennissen, allemaal goed en wel. Maar ik vind dat ik mij genoeg in het zweet gewerkt heb. Ja! En ik kom aan!